Vandaag neem ik u mee naar het eind van de 17e eeuw, de Gouden Eeuw, naar Rotterdam, naar deze grote wandkaart, vervaardigd door Johannes de Vouw in samenwerking met de Nederlandse prentkunstenaar Romein de Hoge. Aan het eind van de 17e eeuw had Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den Haag en Delft al soortgelijke wandkaarten gemaakt en Rotterdam kon daarbij niet achterblijven. Ze hebben het groots aangepakt, want qua formaat is dit het grootste vergeleken met de andere. Johannes de Vouw, in 1660 in Hellevoetsluis geboren, in 1707 overleden in Rotterdam, kreeg de opdracht om de stad in kaart te brengen, heeft het graveerwerk gedaan en Romein de Hoge heeft vooral de randversieringen verzorgd. Onderaan deze plattegrond hoorde dit profielgezicht. En naast de plattegrond hoorden nog de diverse stadsgezichten. Daar weer naast hoorden de diverse wapens van de schepenen, burgemeesters en raadspensionarissen. We zien hier de wandkaart in volle glorie zoals die oorspronkelijk is bedoeld om aan de wand op te hangen. De kleuring is uit de tijd van 1694, dat maakt het extra bijzonder. En het oorspronkelijke boek hoort er ook nog bij, waarin deze gravures hebben gezeten. Ze zijn later ingelijst. Dit is op 5 bladen gedrukt, dit is op 6 bladen gedrukt. En bij elkaar geeft het een fantastisch beeld van Rotterdam aan het eind van de 17e eeuw.